Waiting for the Man van Velvet Underground op 3FM. En daarvoor hoorde je live muziek, want dat is het allermooiste om te laten horen op de Nederlandse radio. Zo lekker in de avond. Zo iets na 10, inmiddels 10:30. Fijn dat je luistert naar 3FM. Niemand minder dan Duisburg in de studio en Arie is bij mij aangeschoven. Goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat het met je? Goed. Ik krijg wat appjes binnen van mensen die vragen, hoe spel je dat, hoe schrijf je dat? En die zijn een beetje aan het googelen gegaan en die vragen zich af waarom ze jullie niet goed kunnen vinden op sociale media. Ja, we zijn niet aanwezig op sociale media. Dus waarschijnlijk is dat de reden dat ze ons niet kunnen vinden. Dat is waarom het niet lukt. Een bewuste keuze? Ja. Het is ook wel lekker misschien, toch? Ja, het is lekker rustig eigenlijk. Dus als mensen iets willen zeggen, dan moeten ze gewoon jullie mailadres, dat is natuurlijk wel ergens te vinden, of de boeker, of zeggen van, hey, ik zag die show daar en dan... Ja, als we e-mails krijgen, dan beantwoorden we die meestal wel. Het is wat gezelliger en romantischer dan gewoon een duimpje omhoog, toch? Ja, ik vind het veel leuker. En het is ook veel leuker dat we nu kennis met jullie kunnen maken. In ieder geval hier op de radio, op 3FM. Fijn dat jullie er zijn vanuit Rotterdam. Om te beginnen bij de bandnaam vernoemd naar Robert Loesberg. Kun je me uitleggen wie die man was en wat een beetje de link is die er is met de band? Robert Loesberg was een Rotterdamse schrijver. En hij heeft 2 boeken geschreven en het eerste heet Enige Defecten. En dat is een boek waarin, waarin hij eigenlijk de vloer aanveegt met alles wat hij in het dagelijks leven tegenkomt. En dat sprak me wel aan. Ja, hoe doet Loesberg dat? Loesberg, de band bedoel je? Nou, eigenlijk doen wij dat niet heel expliciet, maar meer we benoemen gewoon dingen die gebeuren. Dat is dan in de teksten van de nummers. Zonder daar echt een waardeoordeel aan te geven of zo. Maar we benoemen gewoon de dingen die gebeuren. Ja. En muzikaal doen we dat eigenlijk ook. Dus we spelen de instrumenten die we bespelen zonder daar al te veel poespas aan vast te houden. Ja, heel fijn daarnet gewoon lekker rauw, lekker lang op de Nederlandse radio. Ik vind het ook fijn dat via de 3FM app mensen heel lyrisch zijn. Die zijn er ook heel blij mee. Lekker gewoon gitaargeweld op 3FM krijg ik binnen. Ik vind het heel grappig, want we hadden het vorige week, om even toch in de Rotterdamse scene te blijven hangen. Vorige week had ik het hier over het nachtleven, bar, de protesten die er waren en de vergunningen, gemeente, gedoetjes. Als jullie als band misschien een beetje een andere scene waar je opereert, natuurlijk meer de live muziek, geprogrammeerde avonden. Hoe zie je dat zelf in Rotterdam met het live circuit? Want ik heb altijd het idee gehad dat in Rotterdam dat je veel plekken had om goed te kunnen spelen. Als muzikant op veel plekken terecht kon. Voor mijn gevoel is dat nog steeds zo. En er zijn veel leuke kleine plekken waar je naartoe kan gaan om leuke bands of acts te zien. Er zijn niet zoveel grote plekken, maar dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. Want daardoor is het volgens mij veel avontuurlijker. Ja, toch? Maar volgens mij is ook die demonstratie die vorige week woensdag was, dat was zo puur over één ding of zo. En dat, voor mijn gevoel, ging dat helemaal niet over het hele uitgaansleven in Rotterdam. Nee, want je zegt gewoon als band in Rotterdam, de muziek die we maken, we kunnen gewoon lekker alle plekken afgaan. Maar ik denk ook als liefhebber van elektronische muziek of zo, kan je ook nog steeds wel terecht. Ja, dus een optimistische bericht in ieder geval als het aan jullie ligt. En als we dan toch even in die vibe blijven hangen van toffe dingen en dingen die we een beetje mogen lekken, een beetje mogen aankondigen. Ik kreeg een appje binnen van Sjaak en die zei, zullen we Loesburg gewoon op een niet nader te noemen festival programmeren? Lekker met het biertje in de pols. Dat is op zich wel een goed idee. Want als ik kijk, ik kan nog geen Nederlandse data van jullie vinden. Want jullie gaan op tour in België, de UK, Duitsland en Frankrijk. Ja. Maar er komt toch nog wel een andere sikke show aan die we gewoon nu wel mogen verklappen, toch? Dan is het niet meer zo'n groot secret. Groot geheim. Ja. Best sikke. Ja, ik snap het. Ja. Wil jij het doen of zal ik het doen? Nee. Nou, doe jij maar. Ik wilde niet heel bombastisch met heel veel gam zo. Uh-huh. Maar Loesburg staat op Best Kept Secret. Super vet. En voor jullie, ik kan me voorstellen dat het een super groot ding is. Of ben ik het nu te veel aan het hypen? Ja. De zenuwen. Nou, het is een... De band die schudt mee vanuit de livebox. Ja of nee? Best Kept Secret. Jullie staan gewoon op Best Kept Secret, jongens. Dat is fucking vet. Ja, zeker. Ja, dat is leuk.